Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Op zondagmiddag 23 april geven de Wilgenband en het Symfonisch Ruimteorkest een gezamenlijk concert in de Maiboom. De Wilgenband is een gezellige club van mensen met een beperking die met nimmer aflatend enthousiasme sinds 1994 muziek maken. Het Symfonisch Ruimteorkest wordt bij dit optreden versterkt door het leerlingenorkest Maestro. Het belooft een geweldig leuke middag te worden, met vrolijke en mooie klanken met een enorm feel-good gehalte. Het concert begint om 14:00 en vanaf 14:30 bent u welkom. De toegang is gratis en er is een mogelijkheid tot vrijwillige bijdrage aan de uitgang. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de vergunning voor de kap van 45 knotwilgen aan de Zeggenweg bij het dorp Drimmelen in te trekken. Men wil eerst nader onderzoeken welke alternatieven er zijn om de Zeggenweg verkeersveilig te houden. De knotwilgen zouden gekapt worden bij uitritten omdat ze het zicht op verkeer op de Zeggenweg ontnemen voor landbouwvoertuigen die van de akkers afkomen en de weg opdraaien. Volgens wethouder Jurgen Visser kun je er soms niet aan ontkomen bomen te kappen als de verkeersveiligheid in gevaar komt. Samen met betrokken inwoners en organisaties gaat de gemeente nu op zoek naar de juiste balans tussen behoud van zoveel mogelijk bomen en de veiligheid voor het verkeer. Dagelijks verschijnen op Facebookpagina Wagenberg in beeld oude platen. Dit is een initiatief van Marijn Litjens, zoon van oud-huisarts Theo Litjens. Theo legde alles vast. Na het overlijden van Theo in juni vorig jaar kwamen de fotoboeken in het bezit van Marlijn en zijn zussen. Hij deelt ze nu dus met ons op Facebook. Maaie Rinnekes, Ellie Jaspers en Jill van Dongen schitterden voor een enthousiast publiek op het Brabants kampioenschap Jeugdom praten. Ellie als Jochem de Maaier en Jill als de pizzabezorger. Menig carnavaller had de kiel alweer op zolder gelegd, maar in Hilvarenbeek was een mooie gelegenheid om hem nog een keertje aan te trekken. 3 dagen zelfs, want afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag vond hier het Brabants kampioenschap Jeugdom praten plaats. De toppers van Brabant kwamen bij elkaar om naar elkaar te kijken en elkaar te inspireren. Maar vooral om die felbegeerde titel mee naar huis te nemen. Vol spanning. Uiteindelijk zijn de stemmen geteld. En er is er eentje die had er net een paar meer. Dames en heren, de publiekslieveling van dit zondagsgala is geworden Jill van Dongen. De visarend in de Biesbos raakte zijn webcamnest kwijt. Een Canadese gans had het ingepikt. Bij haar aankomst legde ze onmiddellijk een ei in het nest en dat was live te zien via Beleef de Lente van Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland. Haar man hielp haar om het nest te verdedigen. Op donderdag 6 april roofde een marter de eieren uit het nest. Het was dus net een soap rondom het nest en ook nog eens live te volgen via de webcam. De blauw-groene gemeente Drimmelen gaat de strijd aan met andere gemeenten tijdens het Nederlands kampioenschap tegelwippen. Dit met het doel om de tuinen in Drimmelen en heel Nederland klimaatbestendiger te maken. Om de biodiversiteit te verhogen, het NK tegelwippen is inmiddels gestart en loopt tot en met 31 oktober 2023. Pak uw schep en help mee om Drimmelen tegel voor tegel te vergroenen. Het is een leuke manier om Drimmelen groener te maken, het milieu te verbeteren en meteen ook wat extra beweging te krijgen. Daarnaast maken de inwoners met hun deelname kans op leuke prijzen. Een win-win situatie voor iedereen. Meedoen is simpel. Haal zoveel mogelijk tegels uit uw tuin,
Vervang deze voor groen en geef het door bij het NK tegenwippen. Zo dragen we allemaal aan een gezonde en mooiere leefomgeving. Iedereen kan gewipte tegels aanmelden via de website nktegelwippen.nl. De aangemelde tegels worden opgeteld bij het aantal van de gemeente. Onlangs was de gemeente samen met ervaringsdeskundigen op het gebied van inclusie, ofwel iedereen doet mee in Drimmelen, te gast bij groep 7 van basisschool De Stuifhoek in Made en in groep 8 van basisschool De Elzenhof in Wagenberg. De ervaringsdeskundigen zijn mensen die leven met een beperking of uitdaging en niet aan alles vanzelfsprekend mee kunnen doen. Het doel van de gastlessen was de kinderen zelf te laten ervaren hoe het is als je niet gewoon mee kunt doen. Als je bijvoorbeeld niet goed kunt lezen en schrijven, je in een rolstoel zit of niet goed kunt bewegen, je er misschien anders uitziet of een licht verstandelijke beperking hebt of slecht kunt zien. De kinderen vonden het erg leuk en leerzaam. Zij deden heel enthousiast mee, stelden vragen en waren onder de indruk. De gemeente doet een oproep aan alle andere basisscholen in de gemeente Drimmelen om in 2023 ook samen met hen een gastles te organiseren. U kunt contact opnemen via inclusie@drimmelen.nl. Meer informatie over inclusie vindt u op www.drimmelen.nl/iedereen doet mee. Vanaf 2023 is er geen papieren afvalkalender meer. In de gemeente Drimmelen-app kunt u alle afvalgegevens inzien en een melding instellen over welk soort afval u de volgende dag buiten moet zetten. De officiële app van de gemeente herkent u aan het gemeentelogo. Wilt u een print van uw persoonlijke afvalkalender ontvangen? Bel dan gratis naar de DIFTAR-infolijn 0800 023 4450. Groot Groenfeest is een feest waar je bij wilt zijn. Zaterdag 15 april in het centrum van Terheide. Het is een vrije inloop van 11 uur tot 4 uur. U zult verrast worden door alle prachtige initiatieven die onze gemeente rijk is op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid is zoveel meer dan zonnepanelen en elektrisch rijden. Op het Groot Groenfeest kunt u ervaren welke andere leuke mogelijkheden er zijn om ook iets duurzaams of groens te doen. Groot Groenfeest is een initiatief van Duurzaam Drimmelen en wordt georganiseerd voor en door inwoners van de gemeente Drimmelen. Een feest voor jong en oud, voor een nog duurzamer en groener leven. Ga voor meer informatie naar www.grootgroenfeest.nl. Dit was dan weer Drimmelen Actueel. Na deze uitzending staat er een aantal andere interessante onderwerpen voor u klaar. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. En vanaf komende week zijn wij ook te volgen op maandag en dinsdag om 11:30 en 11:30 op de radio van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel.